Tieme Klompen, trainer van Harkemaarse Boys. Jullie verliezen vandaag met 4-1 van de koploper. Ja. Vind jij dat verdiend als je kijkt naar het spel van vandaag, van jullie? Oh, ik vond ze wel wat beter dan wij, ja. Ja. Nou, maar ik vind wel dat we de eerste helft gewoon heel goed meedoen, zeker. En op een gegeven moment hadden we de verdedigende organisatie wel redelijk staan. Al blijft het nog steeds best wel heel moeilijk tegen ze. Ik moet heel eerlijk zeggen, echt een leuke spelopvatting heeft Noordwijk, absoluut. Jullie, ik heb op de radio gezegd, jullie hadden het in de eerste helft echt wel goed staan. Want Noordwijk kwam er niet, ondanks die hele vroege achterstand dan, maar ze kwamen er heel moeilijk doorheen. Ja, dat klopt. Dat klopt ook. Nou ja, die eerste goal viel heel vroeg. Toen wouden we heel hoog druk geven, toen speelden ze er gelijk onderuit. Maar we kwamen meteen gelijk. Nou, dat was wel goed, denk ik. Nou ja, en daarna hebben we redelijk goed gestaan. Dat was wel, ik vond wel het veldoverwicht wel wat voor Noorden, maar het was niet zo dat ze ons ondersteboven speelden. Dat was niet zo, nee. Maar goed, dan kom je vlak voor rust, hè, over scoreverloop gesproken, kom je toch achter. Nou ja. En dat komt toch omdat ze lopende mensen hebben en wij worden achteruit gedrongen en ze brengen hem in de 16. Ja, dat kan niet een keer goed vallen. Ja, dat dwingen zij echt op een hele positieve manier af. Nou ja, dan kan je met 2-1 de rust in. Nou ja, in de tweede helft voetballen we iets minder. Kijk, ze hadden ook wel in de gaten denk ik, dat wij via onze Boutsamar zeg maar, aan het voetballen toe komen. Dus hadden ze wel iets meer in de gaten. Die angel haalden ze er meer uit. Nou, dan wordt het voetballen wat moeilijker voor ons. Moeten we sneller lang zijn, sneller kwijt. En dan kom je iets meer met de rug tegen de muur te staan. Alleen die derde goal, daarna vooraf gaat, hebben we zelf een corner. En die bal valt op de 16 en we pakken de tweede bal niet op. En uit de tegenstoot komt de corner waaruit zij 3-1. Ik snap wel dat het ver gezocht is. Maar dat zijn wel, dat zei ik net voor de andere camera ook. Je kan niet op 95% denken, dat kan niet tegen deze ploeg. Dat straffen ze af. Nou ja, daar moeten wij wel beter worden. Stond jij vandaag met je ploeg tegenover de kampioen van de derde divisie? De kans is wel groot, denk ik. Ja, denk ik wel. Je vindt ze wel... Kijk, wij spelen over twee weken tegen Quick Boys. Dus dat wordt weer een interessante slag. Maar tot nu toe, dit is onze 11e wedstrijd denk ik, is dit wel de beste ploeg waar wij tegen gespeeld hebben. Wat is dan, als je iets eruit moet pikken, wat is dan hun kwaliteit wat je dan vandaag echt gezien hebt? Een balbezitverhaal. En volgens mij daarin ook extreem de nadruk opleggen. En dat kan ook, want ze hebben goede voetballers. En ze hebben heel veel lopende mensen. Ze zetten hem groot weg, dus buitenspelers aan de bal komen. Aan de balkant gaan een back lopen. Of een middenvelder komt bij de bal spelen. En dan heb je altijd die lange jongen heb je voor de goal. Dus ze kunnen hem ook nog altijd brengen. Ze hebben wel veel wapens, vind ik hoor. Het is, het is niet leuk. Maar als liefhebber... Heb je vandaag wel genoten? Nou, nee. Genieten doe ik daar natuurlijk niet, want je verliest. Maar ja... Leuk om te zien. Succes met de verre terugreis. Ja, gaan we doen.